persconferentie. Alle teams moeten met de pers praten. Cameraatje hier op de achtergrond. Nu is Tsjechië. En Maret met haar interviewtje. Ja. Ik kom naar je toe. Oh, wacht. Nou, lekker. Lekker interessant, ja. Wat? Moet ik nog wat zeggen namens jou? Nou, dat ik jouw grootste inspiratiebron ben. Grootste inspiratiebron. Schrijf dat wel op. Ik heb ze net verteld. Hey, it's not a joke. Op naar training nummer 2. Zo. Het licht is zojuist uitgevallen tijdens onze training. Dus. Nu wacht tot het weer aangaat. Nou jongens. Oh ja, shit. Nou, vandaag op training door mijn enkel gegaan. Dikke pech, maar hoort ook bij Topsport, het minder leuke gedeelte. Morgen een MRI en dan kijken hoe ik ervoor sta. Oké, nou. Nou, zeg jij het maar toch? Nou, de procedure van het inschrijven is achter de rug. En nu gaan we de MRI-kamer verkennen. In Azerbeidzjan. Oké, Ashanti. Nou, we hebben vandaag onze eerste EK-wedstrijd gespeeld. En dat ging heel goed, 3-1 gewonnen. En het was een late wedstrijd, dus we zijn ook laat terug in het hotel. En hoe laat zijn we teruggekomen? 11:30 of zo? Of zoiets? Volgens mij 11:00. 11:00. En, dan moet je natuurlijk wel gaan slapen, want de volgende dag moeten we weer vroeg op, want we hebben morgen weer een wedstrijd. Het betekent vaak dat we nog wel 1,5 uur tot 2 uur wakker zijn. Omdat die adrenaline zit gewoon nog in je lichaam. Dus inmiddels is het, hoe laat is het nu? 12:30. Het is 12:30 en we gaan nog lekker zoals je kan zien. Maar het wordt tijd om toch wel echt wel rustig te gaan worden. En morgen mogen we weer. Oké, wat rusten. Oh, sorry dat ik al mijn video. Yay!